Ja, joh Fransen, het kan snel gaan van het podium in Abu Dhabi, nu gewoon hier weer in de sporthal in Hoogvliet. Ja, het kan zeker snel gaan. Ik ben gisteren weer teruggekomen, dus ja, ik ben lekker vertrouwd in Hoogvliet, ja. Neem ons eens mee naar die Grand Slam. Hoe was dat? Ja, bijzonder, want dat was de eerste keer dat ik zonder mijn eigen coach eigenlijk in actie kwam. Het was heel apart tegelijk. Het is de mooiste overwinning, mijn eerste Grand Slam zege. En daar ben ik ontzettend blij mee. Ja. Neem ons eens mee door dat toernooi heen. Hoe verliep dat toernooi? Ik stond de eerste partij tegen de Braziliaanse Quadros. Ik won in een golden score met een Yuko. Een lange partij, lastig. We hadden heel goed doorgesproken wat ik zou gaan doen. Ik hield me goed aan de opdracht en uiteindelijk trek ik aan het langste eind. Ook in de halve finale kwam ik weer tegen een Braziliaanse, dat was Silva. Vijfde op de Olympische Spelen in Rio. De partij die verliep eigenlijk vrij snel en ik scoor met een Toshi Wazari en vervolgens neem ik haar nog een keer over en ik win met een punt. Daarna sta ik in de finale tegen de Oostenrijkse Unterhuizenger. Ik sta 4-0 al in head-to-head voor en ik was wel vrij zelfverzekerd dat ik deze partij naar me toe ging trekken. Alles weer goed doorgesproken, mijn hoofd zat goed en ik wist gewoon wat er ook gebeurt. Deze partij ga ik naar me toe trekken en dat gebeurde en ik word kampioen. Ja, het was ontzettend, ontzettend trots. Ja. Ik kan me voorstellen dat het ook wel makkelijker gezegd is dan gedaan. Hè? Ik ga hem even naar me toe trekken. Doe het dan maar als je dan op zo'n podium staat. Jawel, alleen je weet wel dat je psychologisch natuurlijk wel een stapje voor bent op het moment dat je nog nooit van haar hebt verloren. En dan sta je wel op zo'n podium in de finale en ik wist gewoon dat ik scherp was en dat ik goed was en het plan stond. En dan is het aan mij om dat uit te voeren. Nou, en dat gebeurt en dat maakt het dubbel mooi. Ja. Merk je aan jezelf als je de mat op komt dat het een andere wedstrijd is dan normaal gesproken, omdat je inderdaad voor het eerst zo'n Grand Slam kunt winnen? Niet zozeer. Omdat je, kijk, uiteindelijk blijft het natuurlijk dezelfde tegenstander en ook een judomat. De ambiance is natuurlijk wel wat groter. Alleen, wat ik zeg, als het in mijn hoofd goed zit en ik weet wat ik moet doen, dan gaat die partij verlopen zoals ik wil. En dan trek ik die naar me toe. Ja. Kun je aangeven hoe groot die zege is? Hè? Want we zien voorbij komen een Grand Slam. Kun je iets aangeven over hoe groot die wedstrijd is? Ja, je hebt eigenlijk natuurlijk een aantal Grand Slams per jaar. Waaronder natuurlijk Tokio, Parijs, Abu Dhabi. Hierna heb je eigenlijk de EK, de WK en dan komen de Olympische Spelen. Voor de Grand Slam kun je 500 punten winnen als je, als je goud haalt. Nou, dat is natuurlijk heel erg mooi. Een mondiaal toernooi en ik denk dat het een hele mooie zege is. Het begint naar iets heel, heel moois. Ja. Ja. De eerste dus, wat betekent die zege persoonlijk voor jou? Ja, deze is me wel echt heel erg dierbaar. Dus voor nu mijn mooiste overwinning. Zeker omdat we die samen met mijn team hebben gedaan, ook al waren ze er fysiek niet bij. We hebben echt hier naartoe geleefd en een volledige focus op het resultaat hier in Abu Dhabi. En dat we dat samen, dat ik dan thuis kom met een gouden medaille en het niet op dat moment met hun kan vieren, maar wel als ik weer terugkom hier in Hoogvliet, dan is het wel heel erg mooi en bijzonder. Over dat element gesproken, waarom was jouw team er niet bij? Ja, omdat het niet in het NTC-structuur past die op dit moment op Papendal is. Zoals jullie weten is het huurderbond gecentraliseerd naar één locatie. En we zijn nog in gesprekken daarmee, alleen Mark van Ham mocht niet aan de mat zitten. Nee. Maakt dat zo'n toernooi dat dan ook niet lastig voor jou? Jawel, heel lastig. Kijk, we zitten in 2016. Dit is blijkbaar waar topsport om draait. En ik denk niet dat dat de bedoeling moet zijn. Ik wil een optimaal traject richting Tokio 2020 en daarin hoort voor mij mijn trainer Mark van Ham en ook mijn fysieke trainer Hans Kroon. En daar komen we nog niet uit. Ik heb ook geen idee wat de toekomst gaat brengen. Ik mocht naar Abu Dhabi en ik wou graag de situatie, zolang die nog niet is opgelost, handhaven zoals ze nu is. Nou, dat zou met Mark zijn. Dat kon niet. Hij mocht niet mee? Nee, hij mocht niet mee. Dus toen heb ik ervoor gekozen om dan niemand aan de mat te hebben, omdat dat voor mij op dat moment en op dit moment gewoon het beste is. Dat werd niet geaccepteerd. Ik kreeg 2 dagen voor mijn wedstrijddag kreeg ik te horen dat ik toch iemand aan de mat moest hebben. Dan kun je 2 dingen doen. Dan kun je of je daar helemaal op laten gaan en je het toernooi laten verzieken, of het beste ervan maken en... op dat moment was het beste voor mij, oké, dan kan er iemand aan de mat zitten, maar dan wil ik graag dat hij niks zegt. En dat is gebeurd. En
ja, dan heb je die medaille, die gouden medaille. En dan sta je op dat mooie podium. En dan, ja, dan denk je wel aan de tijd die dag is geweest en hoe het is gegaan. En ja, ik ben ontzettend blij dat we het hebben geflikt, ja. Want je kunt 100 argumenten aanvoeren, maar ja, zo'n gouden medaille is volgens mij een heel sterk argument. Nou ja, dat zeg jij en dat denk ik zelf ook. Alleen, weet je, het gaat mij niet, ik ga er niet heen om iets te laten zien of om prestaties te leveren waardoor ik iets kan gaan zeggen. Het zou moeten zijn dat er voor mij een optimaal traject komt richting Tokio. En dat, ja, die doelstelling moeten we allemaal hebben, alle partijen. En ja, mijn kant weten ze en ik hoop dat een keer gaat lukken, ja. Nog even naar wat het voor jou persoonlijk heeft betekend, deze zegen. Want we hebben natuurlijk ook allemaal de verhalen meegekregen over de moeilijke periode die je achter de rug hebt. Mm-hmm. Zo'n gouden medaille is ook wel een hele mooie manier om daar heel tastbaar een punt achter te zetten. Ja, dat zo heb ik het mezelf ook voorgenomen. Inderdaad, een heel lastig jaar achter de rug, natuurlijk ook privé. Ja, het is wel grappig, moet ik zeggen. Het is nu een jaar geleden dat die situatie zo uit de hand is gelopen. En we zijn nu een jaar verder en alles is als het goed is nu achter de rug. En ook letterlijk op zwart op wit uitgesproken. En dus het is een heel mooi begin van een heel nieuw hoofdstuk in mijn leven. En dat maakt me heel erg blij. En ik lach van oor tot oor sinds dat ik goud heb gehaald in Abu Dhabi. Ja. Ja. Dat zien we duidelijk aan je, ja. Ook. Ook sportief is het natuurlijk, hè, je zegt het al, de eerste keer dat je zo'n toernooi wint. Je hebt een tijd geleden al de overstap gemaakt naar een andere gewichtscategorie. Ja. Nou ja, daar ben je ook vrij snel weer tot de wereldtop gaan behoren. Hoe kijk je terug op die periode? Ja, op een heel, eigenlijk is het een heel mooi proces, moet ik zeggen. Omdat ik die keuze heb ik intrinsiek gemaakt om het over te stappen naar de nieuwe gewichtsklasse. Dat is de beste keuze uit mijn leven geweest en daar ben ik heel erg blij mee. Afgelopen jaar natuurlijk de strubbelingen gehad privé, maar ik ben heel blij en dankbaar dat ik dat weet om te zetten naar iets heel positiefs en dat ik hier sterker uit ben gekomen. Natuurlijk met de tweede plek op de Masters al en nu maak ik het af met een eerste Grand Slam zegen. Ja, dat is wel dat is heel bijzonder en ik ben enorm blij met het werk dat we verrichten. Weet je, ik doe... we zijn 24/7 zijn hiermee bezig en dat is topsport. En je verliest vaker dan dat je wint. En op het moment dat je dan weer zo'n overwinning pakt, dan is dat heel erg lekker. En dat is een bevestiging van het harde werken. Ja. Ja, want je zegt inderdaad een bevestiging, want je kunt van jezelf vinden of weten dat je goed bezig bent. Maak het dan maar eens tastbaar. Ja, precies. Zo'n medaille, dat is toch wel prettiger als je die naast je op je nachtkastje hebt liggen aan het eind van zo'n dag. En dat is gewoon heel erg mooi. Wat je zegt, het is tastbaar en je kan jezelf wel vinden dat je goed bent. Maar weet je prestaties laten dat zien. En ik ben heel erg blij dat gelukt is nu. Ja. Mooie reacties gehad? Ja, ontzettend veel. Echt hele leuke berichten, lieve berichten, heel veel steunberichten ook. Natuurlijk ook de dierbaren om me heen, die weten wat ik ervoor heb gedaan en wat ik ervoor doe. En wat het afgelopen jaar heeft betekend voor mij. En als ik dan nu die gouden medaille meeneem, dat is gewoon fantastisch. En het is, kijk, ik doe het voor mezelf en deze is ook echt voor mezelf. Maar deze is, als ik hem in stukken kon delen, dan zijn er heel veel mensen aan wie ik hem graag zou willen geven, ja. Het is gek om het nu al over te hebben, want het is nog zo ver weg. Maar Tokio 2020, dat is waar alles naartoe moet leiden. Ja. Hoe kijk je naar dat traject? Want je bent nu in elk geval dus uitstekend bezig, want je pakt zo'n toernooizegen. Het is natuurlijk nog ver weg. Hoe kijk je daarnaar? Natuurlijk is het nog ver weg. Alleen 4 jaar, die zijn wel zo voorbij. Alles staat gewoon in het teken voor Tokio voor mij. En ik wil daar gewoon echt een goed traject hebben staan. En zodat we daar over 4 jaar niet kunnen zeggen van nou hadden we toen maar anders gedaan. Ik wil gewoon dat het heel goed uitgeschreven staat. En met de mensen om me heen waarvan ik denk dat ik daar voor het hoogste podium kan gaan. Dat is een gouden medaille. En die 4 jaar die hebben wij nodig om dat realistisch te kunnen maken. En ik denk inderdaad dat we op de goede weg zijn. Alleen het kan nog zoveel beter als je kijkt naar het team om me heen. Om het echt zo in te vullen zoals ik het wil. En dat is dus inderdaad met mijn huidige judo-trainer Mark van Ham en fysieke trainer Hans Kroon. En ik hoop dat we daar samen met de judobond uit gaan komen. En zo niet, dan zien we dat wel weer. Maar ik wil graag die samenwerking blijven aangaan. Alleen moet het wel op een manier zoals we daar, dat we er samen goed uit kunnen komen. Ja, want wat nou als de judobond zegt, gaan we niet doen? Dan hebben we een probleem. Ja, dan hebben we een groot probleem.
Ja, geen idee. Nee, ik heb geen idee ook wat mijn volgende toernooi zal zijn. Er is ook nog helemaal niets over gecommuniceerd. Dus ik had alle ogen op Abu Dhabi en ik wilde me daar eerst op focussen. En wat er nu gebeurt, dat gaan we zien. We gaan het gesprek weer aan en zien wat de toekomst gaat brengen. En ja, jij hoopt vanzelfsprekend dat de uitkomst daar dan van is dat je inderdaad met de mensen kunt gaan werken waarmee je wilt werken. Want kun je aangeven wat het voor jou in de praktijk zou betekenen als dat niet kan? Kijk, het heeft niet alleen met mijn trainers te maken, het heeft ook met mijn studie te maken. Die kan ik niet omzetten, of ja, die kan ik wel omzetten, alleen betekent dat mijn studieschuld echt enorm die wordt echt immens groot. En dat kan ik gewoon niet betalen, dus dat ten eerste. En vervolgens zou ik afscheid moeten nemen van mijn huidige judo-trainer Mark van der Ham en mijn fysieke trainer Hans Kroon. Ik vind dat zij de beste zijn op het vlak waarin zij gespecialiseerd zijn. En ik denk dat ik met hun voor het hoogst haalbare kan gaan in Tokio. En ik ga voor niets minder. En tot voor doe je geen concessies. En als ik dat wel zou moeten doen, dan denk ik niet dat ik de komende 4 jaar die investering ga doen om vervolgens in Tokio leuk mee te gaan doen. Ik ga niet leuk meedoen, ik wil daarvoor een medaille gaan. En dat zouden we allemaal moeten, tenminste die doelstelling zouden we allemaal moeten hebben. En dat zou voor mij goed zijn, dat zou voor judo goed zijn, dat zou voor judo Nederland goed zijn. En dat is wat ik heel graag zou willen, ja. Het is bizar eigenlijk, hè, dat we al jaren over dit soort gedoe praten, noem ik het maar even. Over mensen die het liefst met de een werken, maar dat mag niet, want het moet met de ander. Ja. We hebben de afgelopen zomer in Rio gezien dat het niet top gaat met het Nederlandse judo. Nee. En toch blijft het maar voort te sudderen. Ja, ik moet ook een hele diepe zucht laten dan. Ja, het kost enorm veel energie. Dat heeft de afgelopen maanden ook alleen maar gespeeld. En het zou moeten gaan om datgene waar we heel hard voor trainen. En dat is judo. En al die andere randzaken, dat moeten ze allemaal lekker zelf weten. En dat moeten hun allemaal oplossen. Maar de judokas moeten ze met rust laten. En die moeten gewoon doen waar ze voor betaald worden, als het ware. En dat is om prestaties te leveren. En al die andere dingen, daar wil ik in ieder geval niet mee bezig zijn. En dat is waar het de afgelopen jaren wel om heeft gedraaid. En dat zou niet moeten zijn. Dus ik hoop dat het vizier weer gaat op datgene wat we moeten doen op de mat. En alles wat daarnaast is, dat moet snel worden vergeten. Ja. Lag die op het nachtkastje toen je vanochtend wakker werd, die gouden medaille? Nee, want ik heb hier geen nachtkastje in Hoogvliet. Maar hij lag wel op het nachtkastje in het hotel in Abu Dhabi. Toen ik 's ochtends wakker werd, ja. Maar hier gaat hij heel mooi in mijn vitrinekast bij al die andere mooie medailles. Ja.